Je luistert naar de Kennis met Dennis special van Rauw CC, waarin ik samen met Joost het gesprek aanga met een communicatieprofessional over zijn of haar vakgebied. In deze aflevering gaan we puzzelen met psychologie met Boudewien Chalmers Hoijink van Papendrecht, die we verder gewoon Boudewien zullen noemen. Zij kan ons namelijk vertellen hoe toegepaste psychologie de engagement van jouw social kanalen kan boosten. Zei ik het goed? Yes, we zijn goed. Beter. Fijn. Die wil ik echt niet nog een keer overdoen. Echt een tongbreker is het. Ja. Dat snap ik wel, ja. Ja, die is echt moeilijk. Ja. Waar komt die naam vandaan? Het is eigenlijk begon als Hoijink van Papendrecht. En dan echt lang geleden. En dan is er op een gegeven moment iemand die zei, een van de vrouwen die dan aantrouwde met een familie, die zei van, nou, ik vind Chalmers ook echt een hele mooie naam. Dus die moet er ook aan vast. Dus toen is het Chalmers Hoijink van Papendrecht geworden. En zelf gebruik ik gewoon eigenlijk alleen Hoijink, maar... Ja, het is een mond vol, ja. Ja, precies. Maar als je heel boos bent en indruk wil maken, dan zeg je gewoon, ik ben Boudewien Chalmers Hoijink van Papendrecht. En dan is of als iemand boos is op jou, ja, dan krijg je ook de hele naam natuurlijk. Ja, precies. Dan is je ruzie klaar. Ja. Allereerst even dit. Als je bekend bent met Kennis met Dennis, dan heb je de naam Joost vast wel eens vaker gehoord. Of in ieder geval de opmerkingen die hij van achter de camera de uitzending inslingert. Om die reden en omdat hij vaak nog met de gasten van de special heel lang staat na te praten, hebben we bedacht hem ook een microfoon te geven. Joost, ik denk dat dit het begin van iets heel bijzonders kan zijn, wat jij. Nou ja, ik heb heel veel zin in de podcast. Ik ben echt groot fan van podcast. Steeds meer aan het luisteren, steeds meer aan het ontdekken. Volgens mij moeten wij gewoon ook hier wat meer mee gaan doen. En dit lijkt mij een heel mooi begin. Bij deze. Boudewien, leuk dat je er bent. Ja, dank. Je bent 24, maar je hebt al een hele hoop bijzonders gedaan. Je hebt met jouw team een Best Social Award gewonnen in 2018. Je was genomineerd als Young Talent voor de Cultuur Marketing Awards. En als absoluut hoogtepunt sprak je tijdens de Social Media Week Holland. Was dat ook echt een hoogtepunt voor je? Ja, het was absoluut een hoogtepunt. Het was voor mij ook het eerste keer spreken op een congres. Dus dat was sowieso al heel tof dat ik ook gewoon van jullie de grote zaal kreeg. En het enthousiasme van het publiek. Dus het was echt een hoogtepunt. Ja, tof. Ja, heel gaaf. Waar heb je het over gehad toen eigenlijk? Ik heb het over het Folk Behavior model gehad. En het eigenlijk is een heel simpel model wat eigenlijk voor iedereen toepasbaar is op social media, maar ook op andere digitale kanalen. En dat stelt eigenlijk dat er geen gedrag ontstaat zonder een balans tussen motivatie, dus te veel om iets te doen, capaciteit, het feitelijke kunnen van gedrag uitvoeren, en een prompt, dus een herinnering aan het gedrag. Ah, ja. En het is eigenlijk een soort van 3-stappen model op basis waarvan je kan zorgen dat je de factoren eigenlijk optimaal maakt om te zorgen dat je gedrag kan stimuleren. Dus stel, je wil heel graag dat iemand... je wil heel graag, Joost, dat ik je feliciteer op je verjaardag. Nou, dan moet je voor mij de capaciteit geven. Dus ik moet weten wanneer je verjaardag is. Yeah. En dan moet ik eigenlijk ook nog aan herinnerd worden dat je verjaardag er is. Dus dan moet ik een notificatie krijgen, bijvoorbeeld op Facebook. Dus dan moet je op daarmee kijken. En je moet mij natuurlijk overtuigen waarom ik jou zou feliciteren op je verjaardag. Nee, Joost, waarom zouden wij jou nou feliciteren op je verjaardag? Maar toevallig ben ik over 2 weken jaar. Dus we kunnen het gewoon even proberen. What's in it for us? 9 maart. Ja? 9 maart, yes. Cliffhanger. Maar wat hebben wij eraan? Ja, niet zo heel veel, denk ik eigenlijk. Ja, ik mag hopen dat je taart meeneemt naar kantoor. Ja, ik ben op vakantie dan. Oké, dus er is nothing in het verhaal. Precies, dus daar gaat de motivatie dus al. Daar gaat de motivatie, ja. Mag wel, je mag wat taart komen brengen. Ik zit in de jungle in Suriname. Voor de locatie wel, ja. Nee, maar dat is eigenlijk dus het leuke aan dat model. Dat je voor iedereen, het maakt niet uit of het gaat om een event... of het liken van een social media bericht... of het aankopen van een nieuw paar schoenen. Je moet rekening houden met die 3 elementen. Ja. En dat is gewoon een heel leuk spelletje, vind ik, met psychologie in ieder geval. Tof. En is alles wat in dat rapport staat, dat model, is het een beetje geheim? Heb je nu eigenlijk al alles verteld wat je erover kan vertellen? Of kunnen we daar nog meer over vinden? Ja, we kunnen er nog wel iets meer over vertellen. Zeker wat ik eigenlijk heb gedaan is, mijn leidinggevende die zei van, superleuk dat je een toegepast psycholoog bent, maar what's in it for us? Dus eigenlijk weer inderdaad van, kunnen we hier ook iets mee? En we gebruikten eigenlijk al heel veel psychologie, omdat het zit gewoon... soort van dan in je, om natuurlijk dat toe te passen. Het is onderdeel van je toolkit. En toen hebben ze gezegd van, ga eens dieper erin. Maar ga echt een rapport schrijven hierover. Mm. En toen ben ik dus ook, luxueus als dat kan, ben ik 2 weken naar Parijs gegaan. Heb ik in Parijs 2 weken lang alleen maar daarop gezeten. En toen heb ik gedacht, stel, je hebt dus dan inderdaad... Dus ik ben gewoon eigenlijk wetenschappelijke bronnen erbij gaan halen en verschillende theorieën die er zijn. En die ben ik eigenlijk soort van aan elkaar gaan hechten, inderdaad. Dus, en het komt eigenlijk allemaal weer terug op dit ene model, het Falk Behavior model. Maar dus dan stel, je hebt dus inderdaad motivatie. Nou, hoe zou je dan dus kunnen zorgen dat er dus motivatie ontstaat? Nou, dan heb je natuurlijk, dan kijken al naar simpele dingen als intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dus intrinsieke motivatie is dat je iets zelf wil, omdat je het vanuit jezelf. Ja. Maar extrinsieke motivatie is gewoon bijvoorbeeld een bonus of bijvoorbeeld gewoon een externe beloning. Dus dat is echt de letterlijk what's in it for me. Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen dan gemotiveerd zijn? En toen ben ik gaan kijken naar de sociale drijfveren.
En dit zijn eigenlijk, we hebben er 3 en die delen we allemaal in meer of mindere mate. Eén daarvan is bijvoorbeeld autonomie. Dus dat is het feit dat jij zelf keuzes kan maken. Hmm. Nou, dat zal je vast wel herinneren nog als toen je puber was, met name. Dat je dacht, oh mijn god, als ik volwassen ben, dan kan ik eindelijk zelf beslissen wat ik ga eten. Ja, of zelf. Wat een tegenwaller was dat. Ja, wel een beetje. Ja, precies. Maar het is inderdaad dus dat je zelf ook, net als dat je in je werk het ook belangrijk en fijn vindt, dat je zelf keuzes kan maken en dat je daar zelf in erkend wordt. En dan erkend zal weer het bruggetje eigenlijk naar de tweede sociale drijfveer, en dat is competentie. Het gevoel inderdaad dat je goed bent in wat je doet en dat je daarvoor erkend wordt. En dat je dus ook echt die zelfvertrouwen is dat. Ja. En als laatste hebben we natuurlijk de aloude, het hebben van relaties. Dus dat we inderdaad erbij horen en dat we in groepen horen. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele grote factor waarom we op social media zitten. En dat is natuurlijk gewoon media enjoyment. Dus dat we gewoon plezier hebben op social media. Gewoon het entertainmentwaarde is heel hoog. En dat is waarom trends natuurlijk trends zijn. Het is gewoon heel entertaining. Ja. Dat is gewoon het leuke. Maar ja, je hebt iets wat entertaining is. Maar daarna moet je wel nog zorgen dat mensen ook echt blijven. En daar komen ze van die sociale drijfveren dan weer echt op terug. Ja. We gaan er zo inhoudelijk even verder op in. Voordat we dat doen, waar kunnen we jou online het beste volgen? LinkedIn, denk ik. LinkedIn. Ja, zeker. En dan Boudewijn. En dan waarschijnlijk vind je me dan al. En anders dan kan je beginnen met Chalmers. Dan kan je me ook vinden. Maar ik zou gewoon Boudewijn, Elke keer een stukje achternaam erbij als je die kan vinden. Je kan Joost en mij natuurlijk ook vinden. Ik denk ook vooral op LinkedIn, hè Joost? Ja, vooral LinkedIn. Ja, ik ben ook wel groot Instagram-fan. Oké. Okay. Joost Baljon, denk ik, hè? Nee, gewoon Baljon. Ik was er vroeg bij. Dat was relaxed. Wauw. Ja, dat is handig inderdaad dan, ja. Ja, en zoek op Dennis de Winter, dan kom je ook wel verder. Om jou nog wat beter te leren kennen, willen we je een paar stellingen voorgeven. We doen dat nu eventjes onder de noemer de bliksemronde. Mm-hmm. Je mag eentje maar kiezen. Okay. En als je twijfelt tussen beide, dan moet je wel met een heel goed argument komen waarom je een beetje tussenin gaat zitten. Okay. Dus ben je klaar voor? Yes, ready. Aardappeleters of sterrennacht? Aardappeleters. Parijs of Amsterdam? Oeh. Stiekem wel Parijs, denk ik. Psychologie of social media manager? Psychologie. Instagram of Facebook? Instagram. Galerie in een museum of een Instagram feed? Galerie in een museum. En data of gezond verstand? Data. Kijk, nou... Die zag ik niet aankomen. Nee? Nee. Kun je die toelichten? Nou ja, want data vertelt je wat het gedrag is. En je kan het makkelijker kwantificeren eigenlijk. Dus het is wel heel... Data geeft je patronen eigenlijk. Mm. En dan daarna moet je met je gezonde verstand aan de slag. Ja, precies. Het een kan niet zonder het andere, zeg maar. Ja, precies. Het laat gewoon trend zien. En als jij denkt, je kan wel een hunch hebben en denken van, oh ja, dit kan leuk zijn. Maar als je dan in je data kijkt en je hebt eigenlijk NS1, ja, dan weet je dat je gewoon de andere kant op moet kijken. Ja. Dus ja. Ik denk, ja, data is wel voor mij wel heel belangrijk, ja. En met name doelgroepdata. Dus waar komen je volgers vandaan? En dan het verschil, statistiek waar ik echt zo blij mee ben, is op de business manager van Facebook. Daar heb je dus je followers, maar dus dan waar ze vandaan komen, maar ook welke je bereikt en welke engaged zijn. En daar ga ik heerlijk op. Ja. Dat vind ik echt super. Ja, en sommige mensen staren zich nog best wel blind op dat bereiken. We hebben dat ook gehad met een campagne rondom jongeren. En kijk, jaren terug was Facebook daar heel relevant voor. En we konden best wel aantonen, ja, we bereiken nog steeds jongeren. Dan leek het echt heel interessant. Maar dan zag je inderdaad wie de engagement aangingen. Ja, dat waren alle ouders, zeg maar. Ja, precies. Ja. Nee, maar als je met kleine kinderen te maken hebt, dan is dat super fijn natuurlijk. Dan moet je eigenlijk de ouders hebben. Maar inderdaad met jongvolwassenen. Ja, wij zijn er nu zelf ook in het museum echt wel zoekende eigenlijk van hoe ga je jongvolwassenen eigenlijk bereiken en dan via social media. Maar het is inderdaad, je statistieken vertellen je gewoon wel echt waar ze zitten en hoe je daarop kan tweaken. Ja, want hoe breed is jullie doelgroep? Heel erg breed. Laat ik het zo zeggen, waar focus je online op? Voor ons echt onze corporate kanalen, zoals ik dan echt de kanalen die Ad van Gogh Museum heten. Dat echt eigenlijk iedereen die Vincent van Gogh kent. En dan willen wij die in aanraking brengen met het Van Gogh Museum. Ah, dus of die dan in China woont, in Zuid-Amerika of Turkije of gewoon in Amsterdam. Het kan allemaal. Maar zolang je zeg maar geïnspireerd bent, eigenlijk door geïnspireerd wil worden door Van Gogh. Ja. Ja, maar dat is heel breed, heel ingewikkeld, maar ook alweer heel leuk. Ja, ik wou net zeggen, het maakt het in ieder geval uitdagend, lijkt me. Absoluut, ja, absoluut, ja. Tof. Toegepaste psychologie, daarom zit je hier natuurlijk. Mm-hmm. Als ik me niet vergis, houdt dat in dat je gedrag probeert te snappen en hierop inspeelt. Soort van wel. En dat doe jij dan op social media? Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk inderdaad, het is een soort van de iets minder wetenschappelijke variant van psychologie, zeg maar, als je dan kijkt naar neuropsychologie bijvoorbeeld. Maar je kijkt eigenlijk naar hoe werkt het brein eigenlijk en hoe kunnen we dit in de praktijk gaan toepassen. Dus het is echt super praktisch eigenlijk dat je gewoon heel veel wetenschappelijke kennis hebt, maar kijkt inderdaad van oké, stel dat je als gemeente wil dat er minder afval op straat ligt, hoe zou je dat vanuit een psychologische benadering kunnen doen? Dus daar al is heel simpel een voorbeeld op schone straten. Dus zien is doen. Dus als je straat schoon is, dan zullen mensen al veel minder snel afval gaan weggooien. Dus
dat soort kleine dingen eigenlijk. Ja, ja. Dat is echt toegepaste psychologie. En op social media is dat dan dus net ook heel erg kijken van... oké, wat is ten eerste het gedrag wat ik wil? En hoe kan ik zorgen dat ik dat gedrag wat ik wil... dan voor elkaar krijg? En dat kan natuurlijk heel erg... ja, kan voor iedereen anders zijn. Klinkt heel erg great hack eigenlijk, wat dat betreft. Wordt jouw werk daar wel eens mee vergeleken als je het zo uitlegt? Of is het nog niet zo ernstig? Ja, je ziet wel een beetje dat af en toe mensen die denken inderdaad wel echt van... oh ja, het is echt gedrag sturen en je beïnvloedt mensen en... Dat vind ik wel ook inderdaad, ik vind dat zelf ook wel een harde term. Want ik zou het zelf ook niet zo willen zien dat ik eigenlijk inderdaad echt mensen... Ja, dat ik hun gedrag op een dusdanige manier beïnvloed dat ze bijvoorbeeld weggaan van het gedrag wat ze eigenlijk zouden willen vertonen. Dus in een negatieve zin. Ja, ja. Stel, je zou sigaretten gaan promoten. Ja, dan daar zit wel een lijn, denk ik. Dus ja. Ik vind het wel kennis die je met wel een beetje moreel kompas moet toepassen, denk ik. Ja, ja, dat geloof ik wel, ja. Volgens mij doe je voor het Van Gogh Museum elke maand verschillende thema's. Ja, komt dat daarvan uit? Of wat is het idee daarachter? Ja, een beetje een combinatie, denk ik wel. Het is echt, we hebben dus één kunstenaar, Vincent van Gogh. En we schrijven dus op onze strategie hebben we dus 2 posts per dag. Maar dan zeg maar 2 soorten posts. Eentje op Facebook, eentje op Instagram, die dan anders zijn. Dus dat zijn 62 of 60 posts die je per maand moet maken. Over één kunstenaar. Wauw. Dus hoeveel valt te vertellen over één man? Ja. Nou, ik werk er nu 3,5 jaar. Heel veel, heb ik geleerd. Echt heel veel. Maar daar waren die thema's ook een beetje voor. Omdat ik merkte na een jaar content creatie dat ik eigenlijk dacht van... oké, ik vind het nu wel heel leuk, wat ik nu zelf... Maar ik begon eigenlijk alleen maar mijn favoriete kunstwerken te plaatsen. En mijn favoriete verhalen kwamen steeds meer naar voren. Ja. Dus het was ook eigenlijk een beetje een storytelling techniek. Van hoe kunnen we zorgen dat we het verhaal van Van Gogh voor al onze volgers... zeg maar, steeds relevant en actueel kunnen blijven. Maar ook dus inderdaad afwisselend en divers. En daar zijn die thema's ten eerste heel goed voor. Dus het is eigenlijk een praktisch stuk ook. Ja. Maar aan de andere kant is het ook heel erg een manier om te zorgen dat je heel erg bij de belevingswereld van je volger dat je daarop aanspreekt. En dat je relevant blijft ook voor hun. En relevantie is natuurlijk ook een psychologisch iets natuurlijk. Dat je zorgt dat je echt weet wat erin speelt bij iemand en wat voor verhalen die in wil horen. Ja. Denk aan een Monday Motivation. Dat is gewoon. Het klinkt heel simpel, maar het is gewoon. Het is precies wat speelt in iemands hoofd op zo'n moment. Dus als je daarop aanhaakt, dan is dat gewoon hele goede content. Ja, geloof ik wel. Ja. Maar daar komt ook een beetje het community bij jullie natuurlijk vandaan. Dat op een gegeven moment zichzelf gewoon gaande houdt en andermans verhalen naar voren worden gebracht. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is wel. Ik ben dus zelf best wel een beetje fan van Facebookgroepen ook. Met name dan van één Facebookgroep. En dat is de Van Gogh Inspires groep. En dat is... Je verwacht het niet. En wat je merkt is wat eigenlijk toen ik begon, toen kregen we heel veel berichtjes van, oh ja, leuk. Ik vond Van Gogh zo fantastisch. Ik heb zelf ook een knutselwerkje gemaakt. Willen jullie delen op je pagina? Nou, heel leuk, maar we konden zelf niet zo heel veel met die content. Want je kan dat niet elke keer gaan delen. Een keertje delen is hartstikke leuk. Ja. Maar wat je ook merkte als wij dan zeiden, het is leuk, dat mensen dan zeiden, koop het dan. En ze wilden direct heel veel acties van ons als museum. En daar moesten we afstand van bewaren. Dus eigenlijk konden we niets met onze meest engaged mensen. Want de meest engaged mensen zijn toch wel echt degene die inderdaad zelf ook een knutselwerkje gaan maken. Of zelf aan de gang gaan met dat verhaal. En toen was er dus opeens die feature van die Facebookgroep. En toen hebben we hem gewoon aangemaakt. Nul budget. Gewoon gemaakt. Een voorbeeldpost. Een paar regels erin. Dat was het. Nou ja, ik hoor inderdaad heel veel vrienden. Iedereen wordt gek van die groep. Want er wordt zoveel ingeplaatst. Het is echt, volgens mij worden er 150.000 berichten per maand ingeplaatst. Nee joh, zoveel. Ja, bizar. Ongelooflijk. En we doen niks eraan, hè? Echt niks. Alleen gewoon een beetje managen. Ja. Maar haal je er ook nog wat uit die groep? En wat dan? Nou, concreet genoeg heb ik er afgelopen jaar 400.000 volgers uitgehaald. Oh, wauw. Ja, want we halen dus, wat je eigenlijk ziet is in die groep, het is in 40.000. Nou, dat zijn op zich, hangt vanaf van je getallen af, maar voor ons is het relatief klein eigenlijk. Maar het is gewoon het is echt de meest hardcore community die we hebben. Dus wat zij leuk vinden, weet ik dat het dat eigenlijk kan accelereren naar als je met onze groot volume eigenlijk werkt. Dus we hebben gewoon, wat ik zie wat goed werkt daarin, dat gebruik ik in onze corporate pagina's. En we zijn dus nu 2 keer viral gegaan in 2019 hierdoor. Oh, wow. Dus dat is bizar. Want dan opeens kan je heel hard groeien op Facebook als je viral gaat. Ja, want, dat geloof ik al. Ja, viral kan je natuurlijk niet gaan op Instagram, maar op Facebook kan je wel viral gaan. En waarmee zijn jullie viral gegaan? Het was een 360 gemaakt door een Chinese kunstenaar. Die had eigenlijk allemaal Van Gogh schilderijen aan elkaar geplakt. En dan kon je dan als een 360 doorheen. Dus die heb ik gezien inderdaad. Dus, heel vet. Heel echt gaaf, heel vet was die. Ja. Nice. En daar hebben we dus gewoon zelf niks, ook geen budget, helemaal niks. Gewoon zo hop erop. En dat is gewoon eens eigenlijk kijken naar wat er is en wat aanslaat en dat je daarop inspeelt.
Ja. Ja, het verbaast. Nou, eigenlijk als je het zo vertelt, verbaast het me ook weer niet. Maar als ik inderdaad terugdenk aan toen ik dat zag, ik denk, nou, dat is een flinke campagne geweest, weet je wel, hoe je dat in elkaar hebt gezet. Vast veel budget, veel werk. Maar dat valt dus eigenlijk voor jullie kant dan mee. Ja, en dat, maar dat is natuurlijk wel het voordeel echt. Want wij hebben natuurlijk als Van Gogh Museum hebben wij het gouden verhaal. Want ja, Van Gogh is een kunstenaar die echt die spreekt tot iedereens belevingswereld. Het is een super inspirerend, traumatisch, pijnlijk verhaal. Maar er zit ook wel een beetje hoop in voor iedereen. Van, oh ja, maar misschien word ik ook niet erkend. En komt het later ook nog wel. En daardoor, en dan zijn ook nog de werken ook nog super mooi en kleurrijk. Dat helpt, ja. Ja, het helpt. En dus het enige wat wij eigenlijk moeten doen is zorgen dat het op een goede manier gepresenteerd wordt. Dat is eigenlijk, we hebben natuurlijk het goud al in handen. Ja. Dus dat is wel heel fijn. Je zegt net dat je viral kan gaan door je community, waar je zelf niks aan doet. Ja. Maar het betekent best wel dat die community best wel nog macht heeft over wat het Van Gogh online allemaal, jullie aanwezigheid online is best wel afhankelijk van die community. Zijn er ook wel eens dan negatieve dingen eigenlijk ontstaan vanuit die community die je dan zelf weer moet rechtbreien misschien? We hebben wel echt wel een keer een grapje over het oor gemaakt. En dat is wel echt een ding. Een grapje over het oor, dat is echt... Dan moet je niet aankomen. Toen hadden we gewoon 1 miljoen boosvolgers. Ja. Wow. Dat was echt niet grappig. Daarin merk je wel dat ze natuurlijk heel veel te zeggen hebt. En je moet wel echt... Jij bent een soort van het kanaal. Dus ze kijken naar je op. En dat moet je wel gewoon serieus nemen. En daar ook echt op ingaan. Dus dat heeft zeker een hele grote invloed op ons. Ja. Maar dit is meer een foutje die jullie eigenlijk gemaakt hebben. Ja, maar is er vanuit de community wel eens iets gebeurd wat jullie negatief beïnvloeden, waar jullie dan geen invloed op hadden? Zo bedoel ik hem eigenlijk meer. Even kijken. Ja, dat, zeg maar, wat in de community gebeurde? Die 360 graden post die viral is gegaan. Ja. Dat is niet vanuit jullie gedaan. Nee. Kwam vanuit die community. Ja. Had superveel bereik. Ja. Maar het betekent ook dat de potentie van die groep natuurlijk ook wel negatief zou kunnen zijn qua bereik. Dat er in die groep iets gebeurt wat dus negatief verspreid wordt. Want dat verhaal van het oor, dat is natuurlijk vanuit jullie gedaan. Maar vanuit die community. Ze hebben... Reach. Ja, precies. Ja, dan zouden wij echt imagoschade moeten oplopen. In de zin van dat maar wij. Dat is dus niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Nee, ik denk dat eigenlijk wel daarin. Is het voor ons heel erg belangrijk om in alles wat we doen. Heel erg, zeg maar, echt en trouw aan ons merk te blijven. En wanneer je in alles wat je doet. Heel trouw en goed naar je merk luistert ook. Ja. Dan zal je niet zo snel een misstap maken. Maar dat betekent ook wel voor ons intern dat we heel erg vaak. Dat je gewoon echt nee moet zeggen ook wel. Omdat wij zijn een soort van de brug eigenlijk tussen je volgers en wat de interne behoefte is van het museum. Dus stel, er is een samenwerking met een heel commercieel bedrijf wat wij heel leuk vinden, waar wij heel enthousiast van worden, nieuwe doelgroepen mee kunnen aanspreken, waarvan ik dan wel weet, oh ja, dit vinden de volgers echt niet leuk. Ja. Nou, dan ga ik dat via andere kanalen, kunnen we dat dan gaan pushen. Ja, ja. Maar niet via een organic post, want dan weet ik gewoon dat ik gewoon een paar duizend boze volgers heb en ook volgers kwijtraak. Oh, dat is natuurlijk ook weer duur. Dus precies. Dat is echt een balans wat je denk ik heel erg moet zoeken. En ik denk dat daar psychologie gewoon heel erg belangrijk is. Ik voel me ook een soort van beetje de moeder van de community eigenlijk. Ik kijk gewoon een beetje naar van wat vinden ze leuk? Waar kan ik op inspelen? En hoe kan ik zorgen dat ik dat verhaal kan vertellen en zij dat ook namens mij kunnen doen? Ja. Maar wij zijn wel een soort van het weet je wel, het punt. Wij zijn degene die het echte verhaal vertellen. Dus als je wil weten hoe het nou zat met het oor, dan moet je naar ons kijken. Maar dat betekent dus niet dat wij een grapje daarover kunnen maken. Nee, want met dat voorbeeld bijvoorbeeld, hoe heb je dat opgelost? Ik bedoel, je zegt je hebt heel veel boze volgers staan. Ja, daar moet je ook op een bepaalde manier mee omgaan. Ja, ik heb echt wel een paar keer gehad dat je dan echt denkt, oh god, hoe ga ik dit nou oplossen? Maar eigenlijk is het heel simpel. Gewoon sorry zeggen. Ja, je bent gewoon... Het is net het echte leven, hè, social media. Ja, maar het is bijna. Ja, het zijn net mensen, ja. Nee, maar dat is eigenlijk denk ik iets wat heel veel mensen heel erg vergeten eigenlijk. Social is social omdat het mensen zijn. Ja. En het is menselijk gedrag. En dat is gewoon wanneer jij weet en bewust bent van het feit dat er gewoon mensen achter zitten en waarom wij dingen doen. Hetzelfde geldt als wij bijvoorbeeld ruzie zouden hebben, dan weet je ook hoe je dat zou oplossen. Nou, datzelfde geldt ook voor social. Ja. En ja. Het enige verschil is heel belangrijk is natuurlijk dat op social alles gewoon super openbaar is. En alles gewoon volledig uit context kan getrokken worden. Dus daar moet je gewoon heel goed mee rekening houden. Ja, hoe je uit. Is dat denk je waar veel bedrijven ook de plank misslaan? Dat ze niet meer de focus hebben op dat sociale stukje. Dus dat je ook wel als een mens moet communiceren. Ik bedoel, je hebt natuurlijk, jullie zegt al miljoenen volgers. Nou ja, in je eigen vriendenkring zitten geen miljoenen volgers natuurlijk. Dus dat is dan wel even iets anders dan in het echte leven. Maar is het stukje sociaal zijn of sociaal doen, is dat het stuk waarvan jij denkt, nou ja, veel bedrijven slaan daar misschien de plank mis? Ja, ik denk het wel. Ik denk in ieder geval dat het echt een enorm belangrijk iets is wat je als bedrijf zeg maar bewust van moet zijn. Is ook als bedrijf, en dat is wat ik
het goed vindt ook aan het hele verhaaltje van dat purpose marketing eigenlijk is dat jij kijkt naar wat voeg jij eigenlijk toe? Ja. En hoe kan jij de wereld beter maken of mooier maken en dat je dat goed kan communiceren? En dat is denk ik een cruciaal element voor bedrijven om te weten hoe je dus je verhaal wil vertellen en aan wie je dat ook wil vertellen. Dus dat je ook weet wat voor community je eigenlijk wil opbouwen en dat je dus ook in gesprek gaat met die community. Ja, precies. En dan vind ik dus inderdaad webcare is dan echt enorm belangrijk. Want je moet inderdaad luisteren naar je volgers. Ze kunnen je ontzettend veel input geven en daar kan je ook heel erg van groeien. En daar bouw je ook echt ambassadeurs mee op. Ja, ja, ja. Ik weet wel dat wij hebben dus ook, zoals ik zei, heel veel volgers uit Zuid-Amerika. En wat we op een gegeven moment ook zagen is dat ons, met name dan in Mexico, dat ze dan heel veel, vaak leuke emojis achterlieten. Leuk een hartje, hermoso en gewoon leuk reageerden, maar nooit echt inhoudelijk op wat we zeiden. Okay. En toen ging ik eens kijken van, maar hoe zit het eigenlijk met het niveau van Engels daar? En toen dacht ik van, kunnen we gewoon niet als proef gewoon ook in het Spaans gaan plaatsen? Ja. Nou, wat er toen met ons engagement gebeurde, ongelooflijk. Echt, mensen gingen het veel meer delen. Want niet alleen zij konden het begrijpen, maar ook hun vrienden konden het begrijpen. Ja, ja, en tuurlijk. Ze gingen ook veel meer inhoudelijk op ons verhaal in. En daarin zie je gewoon dat je, als je gewoon een beetje een keertje echt goed kijkt naar wat gebeurt er nou eigenlijk op de pagina. Dat is gewoon heel waardevol. Ja. En was dit dan, want we hadden het er straks al eventjes over data, onderbuikgevoel. Was dit dan, je zag natuurlijk al dat er veel doelgroep uit Zuid-Amerika kwam. Maar was dit een onderbuikgevoel kwestie die uiteindelijk weer bevestigd werd door data of omgekeerd? Ja, nee, dit was inderdaad een onderbuikgevoel die weer bevestigd werd door data. Ja, ja. Ja, dat is wel inderdaad, dat is wel waar. Inderdaad, ik kijk wel heel vaak naar wat gebeurt er dan en wat zie ik met name. Ik vind eigenlijk mijn meest waardevolle input is de comment sectie bij onze post. Want daarin kan ik lezen wat mensen doen met de content. Hoe reageren ze erop? Wat voor tendensen zitten daarin? Wat voor trends kan ik daarin herkennen? Zijn er bijvoorbeeld posts die veel meer gedeeld worden en de andere juist weer waar veel meer geliked wordt? Dat is super waardevolle input. En dan ga je tweaken. En op basis van je data weet je of je goed bent aan het tweaken bent. Dus dus data is zelf vaak de bevestiger. Ja, precies. Ja. Ja. Maar eigenlijk komt het er gewoon op neer. Heel simpel. En in jullie geval letterlijk spreekt de taal van je doelgroep. Ja, letterlijk soms. Ja. Ja, soms zelfs letterlijk. Maar inderdaad, het is echt, ik denk voor elk bedrijf is het super belangrijk dat je gewoon echt goed weet wie je doelgroep is. En ook wat je wil van je doelgroep. Hè? Ja. Wat voor gedrag wil je eigenlijk van ze? Want ik weet voor ons, voor het Vogelmuseum is het super duidelijk. Wij willen engagement, omdat wij mensen willen inspireren. Maar wat als jij inderdaad een heel ander soort bedrijf bent, denk aan een hogeschool. Wat wil je dan eigenlijk van jouw community op Instagram of op Facebook? Ja, daar moet je wel echt goed over nadenken. En op basis daarvan je keuzes maken in je contentstrategie. Wat zijn de eerste dingen waar je naar zou kijken? Ik bedoel, jullie willen engagement. Oké, en dan? En dan? dan wat ik kijk naar het verhaal dan eigenlijk, naar het narratief van Gogh. En dan denk ik van, wat zijn nou de trigger points? En waar zie ik nou dat mensen echt op aangaan? Mm. Dus denk aan het stukje wat ik net vertelde over dat hoop. Dat Van Gogh echt zoveel mensen zoveel hoop geeft. Ja. Dat is iets wat echt heel erg, wat voor ons heel belangrijk is. En mij heel erg heeft gestuurd in hoe ik mijn contentstrategie wil aansturen. Ja, yes, ik vind het bizar. Want kijk, voor mij, ik ben geen kunstkenner. Ik vind schilderijen mooi. sorry, misschien klink ik nu heel disrespectvol. Dat is echt totaal niet de bedoeling. Nee, maar ik bedoel, ik ken Van Gogh, maar ik ken hem eigenlijk dus ook niet. En het is voor mij iets van, het is geschiedenis, maar natuurlijk nog steeds relevant, want zijn werk. Maar wat is dat dan in dat verhaal en hoop? En nou ja, het klinkt als een heel mooi boek hoe jij dit vertelt. hoe zit dat? Wat is die hoop? En dan moet je ze vervolgen, Dan. Ja. Dan moet je ze knallen. Ja, had je eigenlijk al. Nee. Nee, ik denk dat met Van Gogh is, hij is op zijn 27ste heeft hij besloten om kunstenaar te worden. En hij heeft dus eigenlijk, en op zijn 37ste heeft hij zelfmoord gepleegd. Dus hij heeft eigenlijk maar 10 jaar is hij actief, proactief kunstenaar geweest. Ja. En hij heeft één werk officieel echt tijdens een officiële verkoop verkocht. Wel een paar meer. Maar dat het dus eigenlijk nooit erkend is tijdens zijn leven. En nu is het natuurlijk gewoon een van de meest bekende kunstenaars. Ja. Meest gevierde kunstenaars. Ik denk dat dat heel erg veel mensen een soort van tot de beleving spreekt. En hij heeft heel veel brieven geschreven. En die brieven zijn zo mooi. Daar ligt een hoop content ook dan wel, denk ik. Ja, oh god, godzijdank wel. Ja. Ja, ja. Ja, grappig, want ik vind dat wel interessant. Want je vertelt je verhaal. Maar jullie zijn natuurlijk gewoon wel een museum in Nederland. Maar je doelgroep is wereldwijd. Dus mensen vertellen over hoop. Wat is daar uiteindelijk dan? Is dat dan de goal? Zoveel mogelijk hoop verspreiden? Of wil je uiteindelijk dat ze toch een kaartje kopen? Of hebben jullie ook iets wat ze over de grens kunnen beleven of kopen? Of zit daar nog een verdienmodel in, zeg maar? Nou, wat we hebben in het museum in Amsterdam is, we hebben op dit moment jaarlijks 2,1 miljoen bezoekers. En we kunnen niet zo heel erg veel meer groeien eigenlijk. We kunnen waarschijnlijk naar
2.3, maar dan wordt dat is het eigenlijk wel een beetje. En dan het is al best wel druk. En we vinden wel heel erg belangrijk dat die beleving goed is. We willen zeg maar Mona Lisa effect willen we echt ten zeerste vermijden. En het is voor ons super belangrijk om juist te zorgen dat iedereen echt optimaal van de schilderij kan genieten. Maar het museum heeft wel gewoon een capaciteit en gewoon een maximale capaciteit. Ja. En ik denk wel dat, dus zeg je inderdaad van nou oké, okay, we hebben 2.3, we stoppen met groeien, want ons museum is vol. Is het dan klaar dat we dan zeggen van nou, we gaan nu niks meer doen en we blijven gewoon doen zoals we het nu doen? Ja. Of zeg je van, we gaan kijken of we nog aan meer mensen het verhaal kunnen vertellen. En ik denk, het verhaal leent zich heel goed om te vertellen via social media. En dat je veel mensen kan inspireren daarmee. Maar het zal nooit echt de schilderij natuurlijk vervangen. Dus ik ben ook niet bang dat het zeg maar het een het ander zal vervangen. Nee. Maar we hebben natuurlijk ook wel, we hebben de Meet Van Gogh Experience. Die op dit moment in Londen is. Dus dat is ook wel iets waar je dan inderdaad internationaal ook mensen... Ja, over de grens heen. Ja, precies. Ja, en er zijn wel hier en daar wat commerciële activiteiten. Zeker, zoals ik vertelde. We hebben een kledinglijn met Daily Paper ontwikkeld. Ja. Dus dat soort activiteiten zijn er wel. Maar ja, we blijven een museum. Dus ons doel is gewoon echt het verhaal van Van Gogh vertellen en daarmee zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus ten eerste. En ook inspireren. Ja, en dus niet alleen per se via het museum. Dus eigenlijk social gebruik je om het verhaal veel breder te vertellen. En ook de mensen die misschien nooit naar het museum kunnen komen alsnog... Ja, precies. In aanraking met komen. Ja, ik vroeg ook laatst op... we hebben nu zeg maar gewoon altijd een standaard post waarin we ook echt een foto van het museum delen. En dan vraag ik wel met enige regelmaat van nou, wanneer is het laatst dat je in het museum bent geweest? Wat zijn je waardevolle herinneringen? En dan hebben we ook echt gewoon zoveel volgers die dan zeggen nee, maar ik heb wel gedroomd over Van Gogh vannacht. Of ik heb wel, weet je wel, ik ben er nooit geweest, maar het is my lifelong wish. En van die hele, ja, het is echt, het beweegt mensen echt enorm. Ik vind dat echt, echt roerend ook hoor, om te zien. Ja. Ja. Ben jij er geweest, Joost? Van Gogh Museum? Nee. Oh. Nee. Eigenlijk is het erg, bedenk ik me nu, van nee, er zijn dus mensen, ook in het buitenland, die dromen ervan om naar het Van Gogh Museum te gaan. En die denken, ja, het is helemaal in Amsterdam. En weet dan je moet ik in de rij staan. Ja. Maar dan komt het wel op neer. Ja, goed. Maar misschien kun je ons het zo niet volgen door, op social. Ja. Ja, precies. Nee, maar nee, ik zou zeker wel, we hebben op vrijdagavonden, dat is dus echt wel perfect. Vrijdagavonden vindt op vrijdag. En dan is dus het hele museum gewoon nog open. Dan is er een DJ, een borreltje. En dan is het echt voor wat jongere mensen zoals wij, zeg maar, is dat gewoon tof en relaxter. In plaats van dat het echt gewoon... Nou, dat bedacht ik me ook. Kijk, cultuur heeft het natuurlijk moeilijk. Überhaupt. Er wordt veel bezuinigd. Maar jij bent natuurlijk heel erg bezig om juist die doelgroep weer naar musea toe te krijgen. Maar dit is dan al een goed voorbeeld ervan hoe je dat dan doet. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat echt dat inderdaad social media en een goed social media strategie enorm belangrijk is voor ons om inderdaad zeg maar mensen bewust te maken van cultuur en ook cultuur toegankelijk te maken en laten zien dat het heel relevant en heel leuk is inderdaad. Want zoals jij ook net zei Dennis, is dat inderdaad het verhaal van Van Gogh is nog steeds relevant van vandaag ook nog. En dat geldt voor heel veel kunstenaars en heel veel schilderijen en kunstwerken. Ja. En dat is natuurlijk de schone taak aan de musea om dat ook zichtbaar te maken. Ja, want je ziet musea ook niet als echt concurrenten natuurlijk online, maar meer als collega's. Ik kwam er laatst achter dat de museumjaarkaart €65 is per jaar. Ja. Dat is echt helemaal niks. Nee, het is echt helemaal niks. Nee. Maar dus, weet je, dat zijn natuurlijk ook dingen waar je denk ik een bijdrage aan probeert te leveren. Of nemen jullie hun ook mee in je online communicatie? Nou, voor ons is de uitdaging, omdat we dus een heel internationaal publiek hebben, dat we daar wel keuze moeten maken. Want ik denk inderdaad iemand in Brazilië, die zou echt denken, wat museumkaart? What? Dus dat is wel inderdaad een keuze. Maar ik denk wel dat voor ons is het wel, het is zeker, ik denk dat het op social media is het super belangrijk en voor ons heel leuk om eigenlijk op een plek waar wel al jongeren zijn of mensen die niet zo snel naar een museum zouden gaan, die in aanraking te brengen met. Dat is natuurlijk de kans voor social. Ja. Ja. Wat ik me dan gelijk afvragen, is er intern bij jullie dan ook veel discussie als het gaat over wat voor aanpak je online doet. Wat er wel en niet gepost moet worden. Ik kan me voorstellen, de ene zegt, nee, ja, maar ik bedoel, we gaan gewoon op ticket verkopen en ik wil dat je daar wat over plaatst. Terwijl jij misschien weer heel erg met het verhaal en de psychologie erachter bezig bent. Is daar veel discussie over? Of? Ja, het is wel. Het is niet per se veel discussie. Ik denk dat wel wordt heel erg. We hebben heel veel expertise in huis en die expertise, daar wordt ook echt gewoon op vertrouwd. Dus dat is wel, dat is gelukkig. Het is niet dat de mensen constant bij mij aan de deur zitten te kloppen van ik wil nu dit op Instagram. Nou, gelukkig. Maar het is wel dat we, denk ik, ja, we hebben gewoon een hele strakke strategie staan. En dat betekent dat we die hebben gewoon in afstemming met het hele museum, zeg maar, besloten. Ja. Die hebben in afstemming met het hele museum eigenlijk gemaakt en geschreven. Ja. En, maar dat betekent wel dat alsnog, als soms een collega bij mijn deur komt kloppen van hey, kan dit even op Instagram? Dat ik dan zeg nee. En dan kan ik gewoon. Ja, je kan ergens naar verwijzen. Dan kan ik uitleggen van
dit en dit en dit. Maar wat natuurlijk het voordeel is aan social, er is overal altijd wel een plekje. Ja. Dat is natuurlijk, je hebt LinkedIn, je hebt Twitter, ja. je hebt Instagram. Maar je hebt dan dus, je hebt niet alleen Instagram, je hebt Instagram TV, Stories. Ja. Echt, we verzinnen het zo gek nog niet en het kan allemaal dus wel. Dus het kanaal wat jij het minst leuk vindt, dan zeg je dan van, nou, het kan wel. Het kan wel op Twitter. Ja, precies. Ja. Ja, als ik iemand niet zou, dan denk ik, ja, nee, Twitter. Ja. We hebben op Tumblr, hebben we nog een plekje. Tumblr. Dat kan hier nog niet. Precies. Ja. Hey, ja, we hebben natuurlijk net gehad over die thema's die je dan aanpakt. Of die je plaatst, zeg maar. Hoe lang kun je daar nog mee doorgaan? Ben je al bezig met vernieuwing? Of heb je hier gewoon goud in handen en hou je het hier voorlopig bij? Nou, ik had zelf... We doen dat echt een jaarlijkse brainstorm hebben we daarvoor. Dus dan, we weten dus nu gewoon al alle thema's van 2020. En ik weet wel dat ik die brainstorm inging en dat ik echt dacht... Oh god, we moeten 12 thema's hieruit krijgen. Hoe dan? Nou, echt, we hadden zoveel thema's dat we echt zaten... Oh nee, maar we willen ook die en we willen ook die en we willen ook die. Dus ik denk, we zouden er zeker nog een tijdje mee door kunnen gaan. Ik denk het verhaal van Gogh op de een of andere wijze... Ja, het verbaast mijzelf ook, maar we kunnen eindeloos door blijven vertellen. Maar ik ben wel altijd aan het tweaken aan een strategie. Ik denk niet dat je moet denken van... Oh, top, er staat nu eentje. Strik eromheen, klaar, niet meer naar kijken. Dus ik ben constant altijd aan het tweaken. Elke maand draaien we tests om te kijken wat werkt en wat niet werkt. En hoe we daar nog beter... eigenlijk. Dus er zit wel, we werken nu sinds kort bijvoorbeeld met ook categorieën, zoals ik het maar heb genoemd. Dus bijvoorbeeld nu elke vrijdag Vincent Friday Effect. Ja. Elke maandag Monday Motivation. En dat soort dingen. Nou, dat loopt nu ook al een paar, nu februari, dus dat loopt nu ook al 2 maanden. Mm. Maar dus we blijven wel tweaken. Maar ik denk in ieder geval in 2020 houden we het nog zeker vol. En 2021, we moeten nog zien wat het gaat brengen. Ja, maar ik begrijp dus los van hoe je het nu insteekt. Er is echt de komende jaren nog genoeg te vertellen over Van Gogh en het Van Gogh Museum. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, vet. Ja, ik hoor eigenlijk alleen maar dingen die ik heel graag zou willen horen van een hoop klanten ook. Gewoon, weet je, want heel vaak zien wij ook. Bij klanten dat ze heel vaak in eerste instantie willen vertellen wat ze zelf in hun hoofd hebben zitten, wat ze willen vertellen. Terwijl je doelgroep daar misschien niet op zit te wachten. Of in ieder geval niet daar een account voor zouden volgen. Nee. En ik denk dat dat inderdaad het belangrijkste is. Want hoe zit het met het verloop dan in je community? Merk je dat er ook mensen vertrekken of juist heel lang engaged blijven? Omdat je strategie zo on point is. Ja, ik denk wel. Wij hebben de topfan feature heb je op Facebook. En dat geeft mij ook enorm veel inzicht in hoe onze volgers zich gedragen. Want wij hebben zelf daar helemaal geen zeggenschap over wie de topfan is. Dat is gewoon op basis van het algoritme van Facebook. Ja. Maar wat wij dus zien is dat mensen, als die topfan zijn, dat ze ten eerste veel meer gaan posten, veel meer gaan commenten en veel meer engaged zijn. Ja. Maar ook, wat we dus nu steeds vaker zien, is dat Facebook zo'n badge weghaalt bij iemand. En dan krijgen wij echt heel veel vragen. Why did you on top fan? Oh, dan ben jij de boeman. En ja, dan zijn wij de boeman. Maar het is eigenlijk wel heel grappig ook. Want dan leggen wij gewoon uit ook dat het gewoon het algoritme van Facebook is. En dat we heel blij zijn dat iemand super engaged is met ons. Maar dat we daar helaas geen zeggenschap over hebben. Ja. Maar wat je dus, ik vind het wel heel opvallend dat mensen dat dus echt als een soort van badge of honor zien. Gewoon, ja, want ik ben een topfan van het Van Gogh Museum. Ja. Dat is gewoon een ding, blijkbaar, om te zijn. Ja. En dat is wel, dat laat heel erg iets zien. Maar ik denk ook wat je ook ziet met al die trends natuurlijk nu ook op social is... daar kan je eindeloos, vind ik heerlijk om over te filosoferen... van wat gaat wel werken, wat gaat niet werken en wat verdwijnt weer. Maar dat is ook gewoon eigenlijk natuurlijk allemaal gedrag. Ja. Waarom zou iemand lang engaged blijven? Waarom zou je op TikTok gaan en dat blijven doen? Nou, ik wil het echt net vragen, want hoe ga je om met nieuwe platformen... zoals bijvoorbeeld TikTok of Snapchat even geleden natuurlijk? Ben je daar heel bewust mee bezig of hou je het vanaf de zijlijn een beetje in de gaten? Ja, als elk social media manager moet natuurlijk heel goed op de hoogte zijn van alle trends. Maar ik met TikTok, ik heb echt nog geen idee wat zou in godsnaam een museum op TikTok moeten doen. Ik zie het niet. Als iemand het ziet, laat me weten. Maar ik heb zelf nog niet dat ik denk, dit is iets een manier hoe wij ons verhaal kunnen vertellen. Want daar moet je natuurlijk ook wel kijken. Wat past dan bij je merk ook? Ja, zijn wij een merk die dat soort video's gaat maken? Ja. Dat vraag ik me af. Ja, misschien in de toekomst dat we denken, lol, we gaan erop en prima. Maar ik denk bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld zo'n groepenfeature. Dan dat zie ik gebeuren. En dan denk ik, hey, dit is super interessant. Ja, en hier kunnen we echt wat mee. Dus daar moet je wel choose your battles. Want je zit maar zoveel uren in een dag. Precies. En je kan jezelf helemaal gek maken als social media manager. Ik hoor hier wel een uitdaging overigens, Joost. Ik denk, als wij nou gewoon met het idee komen voor, voor TikTok, voor het Van Gogh Museum. Ik denk dat het dan haast wel misschien in kan zitten dat we een keer buiten de openingstijden de schilderijen kunnen bekijken, of niet? Ja, who knows? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus, kijk.
Kijk, vet. Ik, nee, ja, maar er zit natuurlijk wel een doelgroep op TikTok die je misschien op andere kanalen nog niet bereikt. Precies. Ik denk dat dat wel... maar ik vind wel dat merken moet het wel goed doen. Net als met Snapchat. Dat was natuurlijk ook als een eindeloze discussie, moet je er wel niet op. Ja. Je moet gewoon goede content. Als jij goede content kan maken die past bij jouw bedrijf en ook past bij je doelstellingen, go for it. Ja. En weet je, je mag het ook proberen en falen en dan gewoon weer weggaan. Absoluut. Ook prima. Maar ja, je moet wel een beetje trouw blijven aan je daarin. Ja. Ook daarin moet je natuurlijk weer kijken van hoe ga je waarde toevoegen. En wij gebruiken bij TikTok vaak het voorbeeld van het Rode Kruis, die overigens morgen ditzelfde komen doen. Oh, maar die voegen echt waarde toe met bepaalde challenges, maar wat wel ligt bij wat zij letterlijk doen. Dus ik denk, welk platform dan ook, je moet altijd kijken hoe kun je, nou ja, zo authentiek mogelijk, maar wel in ieder geval waarde toevoegen voor de doelgroep. Ja, precies. Ik denk ook echt, Rode Kruis vind ik inderdaad ook echt heel tof, hoe zij omgaan met TikTok. En ik denk, wel echt dat je moet sowieso altijd, ik vind, er wordt zoveel content gemaakt ook. En ik denk dat je heel erg moet kijken voor alle social media managers inderdaad, wanneer voeg ik echt nog waarde toe? En is het echt wel nodig voor mij dat ik op al die kanalen zit en in de paar uur die je hebt per dag om zeg maar aan social media per se te zitten. Mm. Dat je kijkt van hoe steek ik die in? Precies. Waar haal je het maximale uit? Ja. Ja. Goeie. Oké. Keuzes maken. Helder verhaal volgens mij. Volgens mij heb ik ergens gelezen dat het een droom van jou was om bij het Van Gogh Museum te werken. Nou, dat heb je nu bereikt. Mm-hmm. Hoe zien de komende 10 jaar er voor jou uit? Ja, dat, ik vind dat zelf ook wel eigenlijk... Ik weet niet. Ik vind het moeilijk om te zeggen eigenlijk over 10 jaar. Want ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik op mijn 24ste al hier zou zijn waar ik nu ben. En inderdaad ook nu bij jullie in de studio ook al, dat ik dit soort opnames kan doen. Dus dat vind ik al heel tof. Ik zou het heel leuk vinden om wel nog een buitenlandervaring op te doen. Dus cool. Dat misschien wel. En ik dat menselijk gedrag, dat vind ik echt wel heel erg interessant. En met name ook digital, omdat digitaal biedt zoveel kansen, omdat er zijn zo weinig grenzen eigenlijk die er zijn. En ik denk dat we daar echt enorm veel mogelijkheden om de wereld ook mooier te maken. Ja. Dus wie weet ook inderdaad dat je echt kijkt van hoe kunnen we naast zorgen dat iemand een berichtje gaat liken of een comment achterlaat. Ja. Ook echt gedragsverandering aangaat. Ja, precies. En daarop volgend, zijn er nog bepaalde ontwikkelingen waarvan jij hoopt dat die gaan komen op social media? Ik vind sowieso de vraag naar echtheid eigenlijk vind ik wel een hele fijne trend om te zien. Dus ik hoop dat merken ook wel inderdaad echt wat je zegt in dat purpose marketing, dat je echt kijkt wat voeg ik nou toe? En niet alleen maar dat heel erge geschreeuw de hele tijd op social. Dus dat is wel een trend eigenlijk die ik liever zie doorgaan. Dat mensen echt goed nadenken en ook echt alleen maar hele goede content publiceren. Niet gewoon alleen maar rotzooi. Nee, niet zenden om het zenden, zeg maar. Precies, ja. Ja. En dat ik denk dat daar wel, daar kunnen hele waarde... Want social media kan superveel toevoegen, denk ik. Het is echt een enorm mooi iets. Maar nu moeten ook nog gewoon bedrijven ook ownership daarin pakken. En het ook mooi gebruiken, denk ik. Ja. Tof. Om hem even af te sluiten, en die vraag is ook gelijk aan jou, Joost. Ik bedoel, jij haalt ook je inspiratie ergens vandaan, denk ik, Boudewijn. Zijn er bepaalde dingen die jou de laatste maanden zijn opgevallen op social? Waarvan je denkt, ja, hier moet je nou echt even naar kijken, want het heeft mij zo geïnspireerd, of het is zo grappig, of zo slecht. Zo slecht. daar moet ik even over nadenken, hoor. Ik moest heel erg lachen. Ik was dit weekend bij mijn moeder in Den Helder en die had een Oculus gekocht. Oh, en dat was echt hilarisch. Dus ik heb ook het half weekend ook dus gewoon tai chi zitten doen op de Oculus. Nou, dat was echt hilarisch. En ik ben stiekem, wordt het daarom leeft het ook weer iets meer in mijn hoofd. Dat ik denk, hoe zit dat Oculus spelletje eigenlijk? En wat gaat daar eigenlijk mee gebeuren? Ja, nou ja, VR, AR is voor jullie natuurlijk ook heel interessant. Ja. Je ziet Facebook er nu steeds meer mee doen. Ja, absoluut. Met AR advertenties. Dus dat zijn ook echt wel, denk ik, waarmee jullie misschien Van Gogh nog veel meer naar de mensen toe kunnen brengen. Op het moment dat zij niet naar Van Gogh kunnen precies, komen. Precies, ja. En dat hele idee van Zuckerberg natuurlijk met het Town Square. Ja. Dat vind ik ook wel heel intrigerend. Maar ook aan de ene kant dat ik wel denk, is willen zij nou echt serieus dat wij gewoon de bank niet meer afkomen en gewoon, zeg maar, dat wij dit soort dingen dus ook via een Oculus zouden gaan doen? Of dat we, weet je wel, van die echte connectie. Ik ben heel benieuwd waar zij mee naartoe willen eigenlijk. Ja. Maar één ding is zeker. Ze willen in ieder geval dat mensen zo lang mogelijk op het platform zitten. Dus als je je bril opdoet en je zit erin, dan precies. Heel veel meer dan dat kan je niet in Facebook zitten, denk ik. Dus dan hebben ze je wel redelijk te pakken. Dan maar hebben ze je te pakken, misschien een Van Gogh experience op de Town Square. Hoe gaat dat spelen? Facebook Horizon? Oh ja, nou ja, dat is inderdaad een grappig voorbeeld. Horizon is inderdaad... Ja, ik weet niet of je Second Life nog kent. Het spelletje van vroeger waar je op de computer gewoon kon inloggen als een avatar en eigenlijk het leven digitaal deed. Mm-hmm. Dat hebben zij nu ook met Horizon. En daarvan, nou ja, je koudt hem eigenlijk al best wel mooi voor. Het is gewoon een beetje eng, want het is... Ja, ze hebben een heel mooi promotiefilmpje gemaakt.
Maar waarvan je denkt van, oké, ik ga echt, als ik dit ga doen, ik sluit me aan bij een secte. Dat is het gewoon. Ja, het is wel een beetje cringy filmpje inderdaad. Ja? Ja. Heb je het niet gezien? Dan moet je even Facebook Horizon moet je even kijken. Ja. Dat is wel een beetje onderdeel, denk ik, van waar Facebook in ieder geval heen wil gaan. Om in contact met elkaar te zijn. Ja, heel intrigerend. Ja. Ja, maar de technieken zijn echt heel tof. En wat mij dan opvalt, toevallig vandaag even geprobeerd, is dat... Kijk, Snapchat is bijvoorbeeld nog onwijs relevant, omdat ze gewoon bepaalde toepassingen, bepaalde technieken heel goed doen. Mm-hmm. En Joost, heb jij vroeger De Vloer is Lava gespeeld? Zeker! Heb jij dat gespeeld bij de winnen? Niet? Ja, zeker. Wie niet? Ja. Dat kan dus nu ook op je telefoon. Ze hebben De Vloer is Lava of water als je bang voor vuur bent. En ik vind het gewoon tof om te zien hoe dat soort ontwikkelingen, en vaak dus ook bij Snapchat ontstaan, gewoon hartstikke goud zijn. En, nou, we kennen Pokémon Go als een soort van goed begin van AR-toepassingen. Het werd ineens heel groot. Ik ben benieuwd wat de volgende stap is. Ja. We gaan het merken. Misschien toch die Van Gogh experience inderdaad. Toch, ja, precies. Wow. En ik wil nog één laatste vraag eigenlijk stellen, want ik zit er altijd meestal in vanuit content en vanuit marketing, dus ook even voorbij social. Dus zie je het ook even wat verder. En ik vind dat wel leuk om ook te vragen van, wat is nou misschien een campagne die je laatst gezien hebt, mag ook offline zijn, mag ook tv zijn, waarvan je echt denkt van, oké, dit is gewoon, word ik echt wel blij van. Want er is zoveel slechte copy op het internet. Er zijn zoveel slechte reclames op tv. Maar af en toe komt er gewoon eentje. Ja, ik zal wel even mijn eigen voorbeeld geven, die ik de laatste tijd heel interessant vond. Dan ben ik benieuwd of je in de tussentijd eentje zelf kan verzinnen. Maar de nieuwe campagne van Defensie. Die hebben zo'n leus op het einde. En dan zeggen ze, in een wereld waar iedereen aan zichzelf denkt, is het tijd voor iemand die voor een ander uitkijkt, zeg maar. Oh, nice. Iets in dat genre. Ik ben geen copywriter. Ik kan dit ook heel slecht. Ik verkoop het echt de helft zo slecht als dat het op tv was. Maar ik dacht echt gewoon, dit is gewoon echt een goede copy. Ik word daar blij van. Props voor Defensie. Ja. Heb jij je zoiets gezien de laatste tijd waarvan je echt zegt van, nou, dit is nou neusjes van de zalm marketing de laatste tijd. Oeh, dat is wel een goeie. Ik moet zeggen, ik ben zelf echt ultra kritisch op dit soort dingen. Dus ik vind... Dan ben ik helemaal benieuwd naar jouw antwoord. Dat vind ik inderdaad wel echt een hele goede vraag. Wat vind ik echt? Ja, ik ben zelf altijd heel erg fan van National Geographic. Hoe die social aanpakken. Dus dat is niet per se een hele specifieke campagne. Maar hoe zij eigenlijk ook soms echt mega saaie onderwerpen op een hele toffe manier kunnen vertellen. Ja. Wat ik zelf in de museumwereld heel, heel inspirerend vond, is de nieuwe Met-campagne. Ze bestaan 150 jaar dit jaar. En zij hebben dus nu ook allemaal mensen die dus het verhaal, hun Met-verhaal vertellen. En dat levert echt ook hele mooie content op. Hele mooie one-liners en... Ze maken heel goed gebruik van verschillende formatten om die aandachtspan een beetje vast te houden. Ja. Heel leuk. Ik vind sowieso inderdaad vanuit het human perspectief, dat vind ik gewoon heel erg echt het verhalende. En dat je echt inderdaad het relevant maakt en het verhaal van een persoon vertelt. Dat vind ik gewoon heel erg knap en heel mooi gedaan daar. Nou ja, dat is ook zoiets wat wij heel veel zien. Gewoon de persoonlijke verhalen. Dat werkt natuurlijk nu als een als dierenleer. Mensen willen niet echt naar bedrijven luisteren, maar liever van persoonlijke verhalen met dan precies. Toevallig een bedrijfsstempel ergens erop. Is ergens of niet eens verstopt ergens. Ja, nou ja, ik denk het wel. Ik ben benieuwd waar het heen gaat met LinkedIn wat dat betreft. Of het dan ook echt gewoon nu gewoon de medewerkers worden die LinkedIn zeg maar voor het bedrijf eigenlijk doen. En dat het bedrijf überhaupt nog wel bestaat op LinkedIn. Of gewoon sec als pagina met vacatures. Wat denk je? Wat is je voorspelling? Ik denk eigenlijk wel, in ieder geval, wat het moeilijke daaraan is dat ik denk, ideale wereld zou ik zeker de medewerkers als de ambassadeurs en gewoon de LinkedIn pagina gewoon strak en slik, maar verder niet heel zwaar werken zetten. Maar je moet wel de medewerkers meekrijgen en die dat ook leuk vinden om te doen. Dus dat is natuurlijk een tweede. Ja. Als je een organisatie hebt waar dat in kan, dan is het heel tof, denk ik. En ik denk dat dat hier heel goed gaat met Rouse SD. Dat is natuurlijk ook dat echte medewerkers zijn hier echt ambassadeurs en die kom je ook wel tegen. Dus dat is een heel ecosysteem is dat gewoon geworden. Dus dat is heel tof. Maar als dat past bij je als je medewerker zou zijn, dan zou ik dat echt zeker doen. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook voor veel bedrijven, wat wij ook horen, vaak wel de grootste struggle is. Want ze beseffen, daar ligt het goud, zeg maar, bij de medewerkers. Maar om ze dan ook nog zover te krijgen. Ja. Niet iedereen heeft dat met social. Ja, dat is de grootste uitdaging natuurlijk. Ja, en ik denk ook dat mensen zelf inzien wat voor hun de win daarbij is. Als je dat precies doet als ambassadeur. Ja. Ja, weer terug naar de psychologie. Hè. What's in it for me ook een beetje. Ja, weet je wel. Ik vind dat een hele mooie afsluiting. Boudewijn, ik wil je echt ontzettend bedanken. Vertel ons nog één keer waar we jou kunnen vinden op social. Ja, LinkedIn en dan Boudewijn. En dan anders nog Chalmers Hooyink van Papen. jongens. Succes met spellen. Je kan even terugspoelen en nog een keer luisteren mocht je het niet kunnen vinden. Ja, heb je nou behoefte aan nog meer social kennis? Of wil je dat er eens kritisch meegekeken wordt naar jouw social media aanpak of strategie? Stuur dan even een berichtje via de social media kanalen van Rouse CC. Of zoek Joost of mijzelf even op via LinkedIn. Joost Baljon en Dennis de Winter. En dit was de Kennis per Dennis special alweer voor deze maand. Of ik zeg alweer, volgens mij zijn we al bijna 50 minuten aan het opnemen. Echt? Ja, dus dat gaat hard. Volgende keer ook een heel interessant verhaal over TikTok en het Rode Kruis.
Doei.